Een van de dingen die je gaat meemaken als je bijvoorbeeld e-mail marketing gaat toepassen of wanneer je ja, kop boven het maaiveld gaat uitsteken, is dat je negatieve reacties gaat krijgen. En we hadden vanochtend hier op kantoor hadden we het erover dat Jenny die heeft al een paar honderd mails beantwoord en er zijn laten zeggen één of twee echt negatieve mails bij. Van mensen die gewoon echt niet, ja, het maakt niet uit wat je mailt, ze zijn gewoon standaard, hun default is gewoon boos. En, of teleurgesteld of wat dan ook. En weet je, als waar we het vanochtend over hadden, zeg maar, je hebt klachten en je hebt zeikers, dat was het. En als er een klacht is in je business, dan moet je dat natuurlijk oplossen. En dat is gewoon een kans ook om gewoon echt gewoon goed te doen en te laten zien wie je bent en dat je goede producten hebt, goede service. En je hebt gewoon mensen die standaard zitten te zeiken. En dat heb je, dat is een onderdeel van de business. En als je kijkt naar heel veel van onze coachingklanten, die doen bijvoorbeeld e-mail marketing, sturen een mail, krijgen 100 e-mails terug met positieve reacties. En er zijn 3 of 4 mensen die echt negatief zijn bijvoorbeeld. En dat is de realiteit, weet je. Het is, we kunnen wel denken dat alles en iedereen gewoon positief en blij en energiek en zo is. Maar dat is natuurlijk niet waar. Alleen wat belangrijk is, als jij 100 positieve reacties krijgt of 96 positieve reacties krijgt en 4 negatieve die niet gegrond zijn. Druk die 4 negatieve weg, zet het in ieder geval niet in je systeem. Ga er niet met andere mensen over praten. Zorg ervoor dat je niet daarover gaat discussiëren of wat dan ook. Maar ja, delete die mails of geef een antwoord en schrijf ze uit van je maillijst of wat dan ook. Maar zorg ervoor dat die 4 mensen er niet voor gaan zorgen dat jij je marketing gaat aanpassen en vervolgens in het dodelijk gemiddelde valt. Dus je hebt klachten, en je hebt mensen die klagen en je hebt mensen die zeiken. En een klacht is helemaal niet erg, dat kun je gewoon oplossen. En mensen die gewoon standaard zitten te zeuren, ja, ik weet niet of je die in je klantengroep wil hebben. Wij in ieder geval niet. Maar nogmaals, probeer dus niet je marketing of je uitingen of de toffe dingen die je doet aan te passen op basis van een aantal negatieve mensen. Maar doe gewoon je ding, doe gewoon waar je achter staat en zorg ervoor dat het niet al te veel energie kost, want dat is natuurlijk zonde. Ga met die 96 positieve reacties naar bed en laat die 4 negatieve reacties of 3 of 2 of whatever, laat die gewoon achterwege en neem ze zeker niet mee naar bed. Succes!